Yo mensen, dit is ons gaming en het is weer tijd voor een carrière video van Formule 1 2017. En we gaan er een klein beetje vaart achter zetten, zodat we wat sneller door kunnen gaan met seizoen 2. Want dan gaan we natuurlijk gewoon doen. Het echte Formule 1 is natuurlijk afgelopen, maar wij bij onze gaming gaan natuurlijk gewoon door met Formule 1. En waar ik precies bij zal gaan rijden volgend jaar, daar zal ik binnenkort dus nog eventjes een aparte video over gaan maken. We zitten dus in de ronde 19 van het kampioenschap. Dat betekent dus dat we in Brazilië zijn. Het gaat op zich best wel een interessante race worden. Dus ram keihard op die like knop. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. En ik zou zeggen, laten we gewoon gaan kijken naar de grote prijs van Brazilië. Goed, onze rival met Esteban Ocon, dat gaat hem echt niet worden. Dat skip ik ook maar snel, want we gaan gewoon voor de tweede keer op rij niet winnen van Ocon. Zijn er nog updates meegebracht hier in Brazilië? Ik weet het eigenlijk meer, volgens mij, ik dacht het niet meer, ik weet het niet zeker. En onze auto, die zit eigenlijk verder gewoon prima. We hoeven niks te veranderen. En dat is het eigenlijk. Als we kijken naar de teams die geïnteresseerd zijn in ons, dan zijn het Sauber, McLaren en het team van Haas. Nou vind ik beide, of eigenlijk alle drie, niet echt een verbetering. Dus of ik bij hun zal gaan rijden volgend seizoen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Of misschien blijf ik bij Toro Rosso. Het ligt natuurlijk een beetje aan waar ik bij ga rijden, want je moet gewoon een contract aangeboden krijgen. En als je niet van een ander team een contract krijgt, dan houdt het dus ook gewoon op. En dat gaan we nog wel zien. Ik weet het inmiddels ondertussen al, want ik heb de laatste race ook al gereden. Maar zoals ik jullie net ook al zei, ik zal daar binnenkort eventjes een aparte video voor gaan maken. Nou, er staan nog wel wat dingen op het spel, zo in de laatste twee races van het seizoen. Onder andere het gevecht voor plek 5, 6 en 7 bij het constructeurs. En vooral voor mezelf plek 10, 11 of 12 bij het gewone kampioenschap. Dus eigenlijk hebben we maar gewoon één taak en dat is gewoon punten halen hier in Brazilië. Maar ja, of dat gaat lukken, dat zullen we natuurlijk allemaal gaan zien. Ik vind het op zich wel een chill baantje om te rijden altijd. Brazilië ken ik eigenlijk al ontzettend goed. Omdat het vroeger in de Formule 1 races altijd een van de eerste races was op de kalender. En daardoor op een of andere manier race ik daar gewoon al heel vaak. Omdat ik heel vaak opnieuw begon met een seizoen. Maar goed, dat is allemaal heel veel jaren geleden. Maar Brazilië, nogmaals, ik vind het dus best wel een chill baantje om te rijden. Alleen moet ik zeggen, de Toro Rosso heeft er wat minder. Die vindt het allemaal niet zo fijn hier in Brazilië. En waar het aan ligt, geen idee. Want het is een circuit waar je best wel downforce nodig hebt. En er zit natuurlijk een lang, snel recht stuk in, zeg maar. Start-finish, dat is best allemaal wel high speed. Maar op een of andere manier, vooral in de vrije trainingen, ging de Toro Rosso echt voor geen meter. Maar goed, in de kwalificatie. We hadden een beetje een aparte kwalificatie, want er was dreiging van regen en dat soort gedoe allemaal. Ja, besluit ik maar om zo snel mogelijk een tijd neer te knallen. En uiteindelijk is dat ook de juiste keuze, want ik zet hem uiteindelijk toch gewoon verrassend op plek 10 neer. En je ziet het op de achtergrond een klein beetje, het regenen ondertussen. En omdat ik dus als een van de eerste een tijd had neergezet, waren er wat coureurs die geen tijd konden zetten. Nou vallen er niet echt heel veel boeiende namen af. Het zijn Wehrlein, Eriksson, Van Doorn, Alonso en Grosjean, dat is misschien een verrassing dan. Maar doordat we in ieder geval snelle tijd hebben neergezet, hadden we geen last van de regen. En zijn we dus Q1 door. Nou, op naar Q2. En ook hier moet ik zeggen, op een of andere manier ging de auto, voelde die beter aan dan in de vrije trainingen. En was het eigenlijk best wel oké. Ik zet hier in mijn eerste run, zet ik de 13e tijd neer. Nou, daar kan natuurlijk wel een klein beetje vanaf als we geluk hebben. Inmiddels zijn we dan weer gezakt naar de 15e plek. Dus de kwalificatie zit eigenlijk ook op. En dan uiteindelijk halen we dan Q3. Nee, we halen niet Q3, maar wel P12. En dat is eigenlijk wel wat hoger dan ik van tevoren had verwacht. Dus op zich ben ik daar best nog wel tevreden mee. Sainz die gaat wel door naar Q3, dus dat is een beetje jammer. En verder zijn het Massa en Stroll die uitvallen. Ik natuurlijk ook, of afvallen. En wie waren er nog meer? Het waren Magnussen en Palmer. Natuurlijk Palmer. Die valt natuurlijk ook af. Maar goed, we halen dus niet Q3. En we gaan eens kijken wat de startopstelling is. Het is Lewis Hamilton die pole position heeft. Dan Valtteri Bottas op P2. Dan vinden we Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen. En dan Perez op P5.
Opvallend, Ricciardo, Ocon, Hulkenberg, Sainz, Massa. Ik sta aan 11e, dat betekent dus dat iemand een straf gekregen heeft. Het is Stroll, Mas, Magnussen bedoel ik, Palme, dan Verstappen op 15. Dan Grosjean, Alonso, Van Doornen. En dan achteraan de beide Saubers. Ja, natuurlijk, met de penalty zelfs erbij, dus extra achteraan. Maar wat opvallend is, is dat de Force India's de laatste paar races gewoon... Nou, beter wil ik niet zeggen, maar wel even goed zijn als de Red Bulls. Dus daar lijkt een lijkt interessanter geworden volgend jaar. Maar goed, we zijn ondertussen onderweg en ik moet gewoon wat risico nemen. Ik wil punten gaan pakken deze race en ik neem dus ook risico. Ik kom meteen weer in aanraking met Williams. In dit geval is het Massa. Dit seizoen is het regelmatig zo geweest dat ik in contact ben geweest met de heren van Haas en de heren van Williams. Nou zijn dat ook de auto's die ik natuurlijk best wel vaak tegenkom, aangezien dat de auto's zijn die ook rond onze posities van Toro Rosso weiden. Maar goed, we zijn ondertussen dus onderweg en ik hou eigenlijk gewoon mijn plek vast. Ik win niks, ik verlies niks. Het is gewoon 11e en dat had ik eigenlijk, ik had gehoopt dat ik wat verder naar voren zou kunnen komen bij de start. En zeker omdat Hulkenberg voor mij ligt, die moet ik eigenlijk natuurlijk zien te verslaan, want anders haalt hij mij dus weer in het kampioenschap. En dat willen we natuurlijk allemaal niet hebben. Nou, we gaan even kijken naar de herhaling van de start. Ontzettend spannend altijd in Formule 2017, want er gebeurt namelijk helemaal niks tijdens de start. Nooit crashes of wat dan ook, bijna niet tenminste. Maar goed, we gaan er toch eventjes naar kijken. Ook deze keer gebeurt er dus eigenlijk niks. Er wordt wel een klein beetje geduwd. Hier heb ik nog een keertje contact met Massa, maar voor de rest... komt eigenlijk iedereen gewoon goed van zijn plek af en zijn er geen belangrijke dingen te melden. Ik sta wel meteen flink onder druk van niemand minder dan Stroll. En ook Massa, die is dan flink in gevecht met Hulkenberg. En dat vind ik wel prima, want daardoor kan ik misschien Hulkenberg gaan inhalen. En dan doen we dus goede zaken voor het kampioenschap. Maar eerst moet ik nog eventjes Lance Stroll van me afzien te houden. Want die heeft gewoon een snellere auto. En zit dus ook iedere keer achter mij te klooien. En probeert hem toch te langs te zetten. Vooral in dit gedeelte is dat bijna niet te doen. Het circuit is natuurlijk vrij smal in Brazilië. Dus inhalen is vrij lastig. Maar ik doe het hier toch. En ik verpruts het gewoon best wel. Want door mijn inhalactie van op Hulkenberg rem ik te laat en raak ik de achterkant van Massa. Waardoor het rechter gedeelte van mijn voorvleugel, al is het licht, maar toch beschadigd is. En dat is gewoon niet zo handig. En ik had op zich de pace er best wel in zitten. Alleen als je voorvleugel eraan is, een klein beetje, dan scheelt het misschien maar een paar tienden. Misschien nog niet eens 1/10 of zo, misschien 2/10 per rondje. Maar je merkt gewoon dat het wat minder is. En eigenlijk vanaf dit punt gaat mijn pace ook een beetje inkakken. Ik sta ook meteen weer onder druk van Hulkenberg. En je ziet Massa, die rijdt eigenlijk langzaam en zeker van mij vandaan. En een rondje later, we zitten inmiddels in de vierde ronde, blijft Hulkenberg mij eigenlijk pushen. En probeert hij op alle manieren mij voorbij te komen. En je ziet het al, het gat richting Massa, dat was echt een rondje geleden. Ja, een seconde of zo. En dat is nu echt alweer gewoon... Hij is niet eens meer te zien op de map, zeg maar, linksonder. Nu pas weer. Dus dat gat is zeker een seconde of 3 inmiddels. En dat is niet zo handig. Ik mis gewoon snelheid. Dat komt voornamelijk dus door mijn voorvleugel die een beetje kapot is. Nou, een rondje later is het natuurlijk weer de Hulkenberg die mij zit aan te vallen. Ik weet hem iedere keer te counteren, dat wel. Maar het kost wel heel veel tijd en het schiet niet echt op. Ik krijg hier dan ook weer de tik. Wat daar precies gebeurde, geen idee. Ik heb er ook geen herhaling van opgenomen, helaas. Maar ik had in ieder geval weer contact. En zo is het eigenlijk een vrij rommelige race voor mij tot nu toe. Ik rijd nog wel steeds op die 10e plek, dus dat is nog steeds een punt. Het nadeel is wel dat nu niet meer Hulkenberg achter me aan zit, maar Verstappen, die vanaf P15 was begonnen. En langzaam maar zeker dus vooruit komt. En ja goed, Verstappen... Maxje, die kunnen we natuurlijk niet echt bij houden of voor ons houden in dit geval. En ik besluit maar weer om eens een keertje weer extra vroeg naar binnen te gaan. Vroeger dan de rest. We gaan wisselen. We gaan de super softbanden inwisselen voor de groene softband. En hopelijk kunnen we door deze strategie, wat ik dus al vaak dit seizoen gedaan heb, weer toch wat puntjes pakken. En misschien onze pace ook hervinden. Ik kies er wel voor om niet mijn voorvleugel te vervangen. Misschien had ik dat achteraf wel beter kunnen doen. Maar ik doe het niet, want het kost meestal een seconde of 5, 6 extra.
En dan weet je in ieder geval zeker dat het eigenlijk gewoon over is. Dus ik gok er gewoon op dat we minder last hebben van onze voorvleugel dan we hopen. En, of dan dat we denken. En ja, we gaan dus gewoon proberen om maar weer auto's in te halen. We zitten inmiddels dan in de achtste ronde van de race. En dan zijn er wat auto's al naar binnen gegaan. Het is inmiddels waaronder dus Hulkenberg. Daar zat ik dus voor toen op het moment dat ik daar binnen ging. En nu kom ik er dus achter. Mijn pitstopstrategie heeft dus niet echt gewerkt. En ja, dan weet je dat het lastig verhaal gaat worden om deze race dus punten te gaan pakken. Want ik kom dus achter Hulkenberg terecht en hij rijdt ook gewoon weer van mij vandaan. We rijden allebei op de softband, maar ik kan gewoon de pace ineens niet meer hebben die ik de eerste paar rondjes van de race wel had. En het lijkt allemaal niet echt het beste geworden. We zijn wel een paar plekjes gestegen inmiddels. We rijden namelijk op de 16e plek. En dat komt omdat Alonso en waarschijnlijk een van de Saubers gestopt is. Maar echt, echt grote stappen maken we niet. En dan begin ik eigenlijk ook weer net zoals de vorige race een beetje te pushen en te overdrijven. En dat wil allemaal niet werken. En dat schiet allemaal niet op. En het zorgt eigenlijk voor dat ik ook niet echt hele fatsoenlijke rondetijden rijd. Eigenlijk de ene rondje goed. En zoals dit rondje dan bijvoorbeeld in het rood is dan weer gewoon een slechte baggerronde. Nou, we halen natuurlijk wel wat andere auto's dan weer in. Omdat die een pitstopje aan het maken zijn. En we stijgen uiteindelijk dan toch nog wel weer naar de 12e plek. En dan heb je toch nog zoiets van, nou, het zou misschien nog wel kunnen, die puntjes. Want, ja goed, vanaf P12... ja, dan heb je altijd nog wel kans, zeg maar, als er twee of drie man voor je wegvallen, dan rij je gewoon uiteindelijk in de punten. Maar de pace was echt ver te zoeken deze race. En inmiddels is Hulkenberg al een seconde of drie, vier denk ik van mij vandaan. En zit Stroll en ook alle andere coureurs weer heel dicht achter mij. En ik krijg het gewoon niet voor elkaar om een fatsoenlijke pace te rijden hier. Het lijkt helemaal nergens op en ik kom weer in contact. Ik was eigenlijk aan het verdedigen ten opzichte van Stroll. En dan krijg ik weer een beuk van een van de mannen van Haas. Het zal ook eens niet. Het kost me wel een positie, want Stroll is op deze manier wel mij weer voorbij. En ik heb ook weer wat meer schade opgelopen aan mijn voorvleugel. Dus alsof het allemaal nog niet erg genoeg was. Ja, rijden we dan op P13. Een beetje kansloos te zijn met een kapotte auto en Magnussen achter me aan. En het is weer een beetje jammer. En zo lijken we een klein beetje een erg matig einde van het seizoen bij Toro Rosso te gaan krijgen. Want we hebben best wel prima races gehad dit seizoen. We hebben onder andere natuurlijk een P4 in Canada, een P6 in Amerika. Maar ja, dit lijkt zeg maar, dit lijkt eigenlijk nergens op. Nou, Magnussen die haalt me dan er weer in. Uiteindelijk weet ik hem weer te counteren. En ik ben dus druk bezig met de beide heren van Haas. Want ook Grosjean die zit daar dus bij. Het zijn Magnussen en Grosjean. En ja goed, ik probeer maar hun een beetje tegen te houden. Want ja goed, wat moet je anders doen? Ik kan best maar gewoon toch nog zo hoog mogelijk zien te eindigen. En we hebben weer contact. Ja, dit was misschien wel mijn fout. Het is echt een rommelige race. En ik ben zelf ook maar een beetje aan het beuken en nou goed, het zal allemaal wel. Dus ja, dat is dat eigenlijk. Nou, dan zitten we in rondje 14 en dan krijgen we echt uit het niets zomaar ineens een safety car. Die hebben we echt lang niet gehad, wel virtual safety cars en dat soort bullshit, maar een gewone safety car. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik kan me niet meer herinneren wanneer de laatste was. Alleen het rare is, ik heb echt bij alle coureurs gekeken, er was niks aan de hand. Er was ineens, bam, was er een safety car. Maar om het nog mooier te maken, Nico Hulkenberg die klapt dus tegen de safety car aan. Dit gebeurt er dus met Nico Hulkenberg. Ja, wat de fuck gebeurt daar? Ik heb geen idee. Het is echt een foutje in het spel. Hulkenberg rijdt dus in ieder geval tegen de safety car aan. En moet daardoor dus ook door zijn voorvleugel vervangen. Moet dus naar binnen. En wij stijgen daardoor door dus naar de 12e plek. Nou, we zitten inmiddels dan ook al in de ene laatste ronde van de race. Want de safety car die duurde een rondje of drie. En ik ben nog steeds in gevecht met Grosjean. Nou goed, P12, dat zijn nog steeds geen punten. En het lijkt dus ook op dat we deze race ook weer buiten de punten gaan vallen. Net zoals vorig weekend in Mexico. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Dat moet je eigenlijk niet willen. Nou, dan zijn er toch gele vlaggen. Dan hoop ik eigenlijk dat er een stuk of vijf man op elkaar zijn geklapt daar in die bocht. Dat is niet gebeurd. Het is namelijk, we zien hem hier rijden. Of beter gezegd strompelen. Het is Sebastian Vettel met een kapotte, ja, weet ik veel, linker voorband. Of in ieder geval een lekke band.
En daardoor stijgen we dan weer naar de 11e plek. En nou baal ik ervan dat ik zo makkelijk Stroll er voorbij heb laten gaan. Want als ik Stroll niet had voorbij laten gaan, dan had ik misschien nu nog voor geweest. En hadden we toch nog een puntje weten te pakken. Maar helaas, in ieder geval, we rijden gewoon op de 11e plek. Hier zien we trouwens Vettel met 5 km per uur het rechte stuk opkomen. Ja, dat schiet niet echt op, zeg maar. Zeker niet als je nog kampioen wil worden. Dan is het niet echt handig om in de laatste ronde van de race je band naar de kloten te rijden. Dus ja, wat zullen we ervan zeggen van deze race? Ik word weer 11e. Ik begin een beetje een soort van palme te worden. Ik bedoel, ja, 11e. Wat heb je dan nou aan? Weer niks. Geen punten. We hadden net zo goed, net zoals de vorige race eigenlijk het ook al, net zo goed gewoon de eerste ronde uit kunnen vallen. Maar ja, dan zit je daar met je video van 5 minuutjes. Dat schiet ook allemaal niet op. Nou goed, we worden dus 11e. Geen punten. Maar we hebben wel een nieuwe wereldkampioen. En dat is niemand minder dan Lewis Hamilton. Hij is dus kampioen geworden hier in Brazilië. En nou, dan weten we dat ook weer. Dan is dat gevecht dus ook weer klaar. Vettel die eigenlijk zeg maar zo goed als uitvalt. Maar het mooie is, Hamilton die wint de wedstrijd niet. Want het is namelijk Kimi Raikkonen die dus de wedstrijd hier in Brazilië weet te winnen. Hamilton die wordt wel... wordt hij tweede? Nee, het is Bottas, hè. En het opvallende van alles is dat Perez gewoon derde wordt. Die Force India's die hebben echt een vette stap gezet in de laatste paar races in het seizoen. Want die zijn gewoon beter dan de Red Bulls op een of andere manier. Echt apart, maar het is zo. Hamilton wordt vierde. Ricciardo vijfde. Ocon zesde. Dus gewoon een P3 en een P6 dus voor Force India. En ik ben benieuwd hoe ze dat volgend seizoen dus gaan doen in mijn carrière. Of ze echt beter zijn dan Red Bull. We zullen het zien. En verder had Verstappen die als zevende, Massa en Stroll hebben ook nog wat puntjes gepakt. Nou, en Sainz natuurlijk op P7. Ik vergeet gewoon mijn eigen teamgenoot. Dat is niet zo best. Nou, ja, wij worden dus 11e. Geen punten. En nou goed, Hulkenberg scoort ook geen punten. Dus wat dat betreft hebben we daar geen pijn van. Bottas die gaat wel naar de tweede plek in het kampioenschap. Dus Vettel verliest niet alleen het kampioenschap, maar ook zijn tweede plek. En ja, Ocon die stijgt naar de 8e plek in het kampioenschap. Dus zo zijn er toch nogal wat weer verschuivingen zo richting het einde van het seizoen. En ja, ik en Hulkenberg blijven dus allebei op 49 punten staan. Dus ja, daar moeten we het mee doen. We zullen dus in de laatste race van het seizoen in Yas Marina, Abu Dhabi, zullen we het dus moeten gaan beslissen. De 10e plek, dat lijkt hem niet meer te gaan worden. Want dan zouden we dus eigenlijk 2e moeten worden. Ik denk niet dat het gaat lukken, zeg maar. Zo'n vermoeden heb ik. En ja goed, verder zijn er nog wel wat gevechten gaande. Stroll en Palmer zitten dicht bij elkaar. Ja goed, dat is het eigenlijk. Bij de constructeurs. Ja, we zitten redelijk dicht achter Haas. Maar Williams is ook nog wel dichterbij gekomen. Het kan nog spannend worden. We zullen wel zien wat het gaat worden. In ieder geval, heel erg bedankt voor deze... Even opnieuw. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. Vergeet niet te liken. Adios. Tot ziens. En houdoe.